Tante Ursula's magische kamp gaat bijna beginnen. En iedereen wil leren hoe ze magische spreuken moeten uitspreken. Maar Lucia kan niet wachten om er zo snel mogelijk mee te beginnen. Bij de eerste truc gaan we een echte vis in de magische bubbel vangen. Oeh! Een snufje bruiser. Een druppje heksenbrauw. Een beetje pittige saus. En bubbelgum bubbel! Jullie beurt, zeemeerbopjes. Bubbelkabubbel! Jongens, zagen jullie dat? Het is iedereen gelukt. Hé, waar is jouw bubbelkabubbel? Als ik wil dat jouw tante Ursula dol is op mijn magie en mij een Gippie-insigne geeft, moet ik zorgen voor een hele grote bubbelkabubbel. Is dit wel een goed idee, Lucia? Je gebruikt veel meer magische ingrediënten dan tante Ursula. Oh, zeker weten. Dubbel bubbel grandissimo kabubbel! Hey, waar is de kabubbel? Hallo? Oeps. Ja, dat was misschien iets te veel kabubbel, Lucia. Mm-hmm. Voor de volgende keer onthouden. We oefenen met klein en simpel. Zijn jullie er klaar voor? Bij de tweede truc leer ik jullie kleine waterkolken te maken met enkel onze vinger. En een beetje magie natuurlijk. Spin, spin, cascadura, fin! Wow! Dit is zo gaaf! Hé, hey, Fernie, daar komt-ie. Het lukt me! Zorg dat hij blijft draaien. En eentje voor jou. Jou. Fantastisch! Woehoe! Dat is het zeker, Ariel. Maar ik moet iets doen wat nog spintastischer is. Die wordt wel heel erg groot, Lucia. Inderdaad, want hierna gaat tante Ursula mij zeker een Gippie-insigne geven. Maar tante Ursula zei klein en kijk uit! Dit is eigenlijk best wel leuk! Nou, dat ziet er zeker niet klein uit. Of simpel. Oh, alles is mijn schuld. Het spijt me dat ik niet naar u luisterde. Ik wilde alleen laten zien hoe goed ik kon toveren. Lucia, ik vroeg je juist om klein en simpel. Omdat je eerst veel moet oefenen om te leren toveren. Weet je, toen ik het moest leren, was ik net als jij. Was u echt net als ik? Jip, ik wilde iedereen laten zien hoe goed ik kon toveren. Dus deed ik al grote trucs voordat ik daar klaar voor was. Dank u, tante Ursula. De volgende keer houd ik het klein en simpel. Hé, hey, tante. We zijn nu wel uitgedraaid, hoor. Ik niet. Wow. Dus, weet jij hoe we die draaikolen kunnen laten stoppen? Misschien met de bubbelkabubbelspreuk. Maar deze keer doe ik het zoals u het ons leerde. Klein en simpel. Laat maar zien wat je kan, Lucia. Het leren van magie is, net als andere dingen, niet zo makkelijk. Je moet veel kleine spreuken oefenen voordat je doorgaat naar de grote. En de grootste spreuk die er is bereid zijn om te leren van onze eigen fouten.